Hi, hier is Anita Yvonne. Ik ga het vandaag hebben over stilte. Stilte is positief, heel positief zelfs. Vaak zijn mensen bang voor stilte. Vooral in de maatschappij lijkt het alsof mensen niet in stilte kunnen leven of niet van stilte houden. Een voorbeeld hiervan is dat mensen een ander stil vinden. Ik heb het zelfs meegemaakt dat collega's niet samen met die ene bepaalde collega wilden werken omdat die collega stil is. Niet samen een nachtdienst draaien, niet samen een avonddienst draaien. Bang omdat er stiltes zouden kunnen vallen. Vaak zijn stille mensen niet per se stil. Deze mensen zijn in de omgeving van mensen die ze kennen absoluut niet stil. In hun veilige, comfortabele omgeving kunnen ze zelfs de luidste zijn. Iemand die stil is, wordt vaak gezien als dom, weinig inhoud, soms zelf eng. Terwijl mensen die stil zijn vaak heel slim zijn. En vaak ook heel creatief zijn. Stilte is een positieve energie. Stilte is niet eng. Stilte geeft rust. Het is heel fijn om even alleen in stilte ergens te kunnen zijn. Ga eens weg van alle drukte. Ga ergens rustig zitten en luisteren in stilte. Je kunt dan bijvoorbeeld waterdruppels horen als het net geregend heeft. Je kan vogels horen fluiten die je normaal niet hoort. Het geruis van de wind door bladeren als je in de tuin zit. Ja, in stilte hoor je geluiden die je soms niet eens hoort. Stilte geeft rust, zoals ik al eerder zei. Je kunt boos zijn in stilte, blij zijn in stilte, verdrietig zijn in stilte. In bepaalde situaties is het soms ook beter om stil te zijn. Door stil te zijn, maak je bepaalde situaties niet erger. Stilte geeft je de ruimte om na te kunnen denken. Stilte herstelt. Stilte na een drukke werkdag geeft zoveel rust en het is oké. Collega met je grote mond. Laat je stille collega met rust. Word niet onzeker van hem of haar. Want geloof me, die stille heeft alles onder controle. En hoort ook alles. Hoort soms dingen die jij niet eens hoort omdat je zo druk bent met praten. Ze zeggen niet voor niets dat stilte en kalmte mensen kunnen redden. Durf stil te zijn. Door stil te zijn spaar je energie. Dus omarm stilte. Word vrienden met stilte. Vertrouw op stilte. Word blij van stilte. Verwelkom stilte. Geloof in stilte. Introverten zijn zogenaamd stil. Extraverten zijn zogenaamd luid. Het is absoluut niet waar dat extraverten beter zijn omdat ze zogenaamd gehoord worden. De meeste extraverten zijn ook erg onzeker. De meeste introverten zijn absoluut aanwezig. Ook al lijkt het soms van niet. Probeer om alles los te laten en alleen het woord stil voor je te houden. En wees ook stil. Ervaar dan hoe lekker het voelt. Gewoon af en toe lekker stil.
stil zijn. Hoor?